Oh, terug. Niet die camera omgooien. Hé, hey. Hallo. Ik praat tegen je. Echt. Ja. En ik wil ook nog dat de mensen mij kunnen zien. Hop. Hop. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik vragen beantwoorden die jullie geplaatst hebben in de reacties onder YouTube-video's. Dus wil jij weten of jouw vraag langskomt, dan blijf zeker kijken. Zoals ik zei, ik ga vandaag een vraag beantwoorden. We hebben wat vragen verzameld. Die heb ik mooi in een rijtje staan op mijn mobieltje. Het zijn vragen die vaak wat lastiger te beantwoorden waren in een stukje tekst. En daarom dat het dus wel handig is om ze gewoon nu even face-to-face te beantwoorden bij jullie. En dan niet helemaal face-to-face, face-to-beeldscherm. Maar dat is net zoiets, toch? Finley. Ja, Finley ligt er hierbij. Maar die vindt het natuurlijk leuker om bij de paarden te liggen. Ga eens even af. En je hoort het misschien wel, ik ben verschrikkelijk verkouden. Dus daarom dat we ook even een rustige video opnemen. Veel praten, maar dat doe ik toch altijd. En dan kan ik beter rustig zitten dan dat ik ook nog rondloop. Dus vandaar dat ik kan wat vraagjes gaan beantwoorden. De eerste vraag die ik hier heb staan, die is van Sarah van de Perre. En zij zegt, hey, ik verzorg een veulen. Maar momenteel staat dat veulen bij nog een jaarling in de wei. En kunnen we aan geen van hen beide, aanraken. Weet jij hoe ik het vertrouwen van de veulens kan krijgen? Alvast bedankt. Deze vraag is 7 maanden geleden gesteld. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Dus misschien dat ze ondertussen al wel verder gevorderd is. Maar je kan je voorstellen dat dit natuurlijk een vraag is die eigenlijk niet in een paar regels te beantwoorden is. Want ik ken de situatie niet. Hebben ze bijvoorbeeld een stal of niet? Kunnen ze in de stal krijgen? Want als je in een kleinere ruimte kan werken, is dat natuurlijk altijd makkelijker dan in een grote ruimte. Kennen de paarden krachtvoer? Dus kan je ze belonen met wat lekkers? Of kennen ze dat helemaal niet? Kennen ze alleen hooi? Dus kan je dan het beste gaan belonen met hooi? Dus dat zijn allemaal eigenlijk een beetje dingen die ik nog zou willen weten, voordat ik zo'n vraag goed kan beantwoorden. Want het belangrijkste natuurlijk is bij zoiets, is dat je iedere toenadering van het paard direct gaat belonen. Paarden die niks gewend zijn, die kan je niet belonen met een kriebeltje. Die kan je eigenlijk vaak niet belonen met lieve woordjes. Dus de beste manier om zo'n dier te belonen is met voer. Finley is ook hooi aan het eten. Echt, mijn hond die gaat te veel om met paarden, denk ik. Maar het voornaamste is dus, paarden zijn van nature nieuwsgierige dieren. Dus de kans dat deze paardjes best wel naar je toe willen komen, maar ze het net niet willen laten aanraken, die is heel erg aanwezig. En wat dan eigenlijk het belangrijkste is, dat je toch probeert iedere keer weer om iedere toenaderingspoging te belonen. En als het dus kan, graag met voer, met wat ze kennen. Als ze alleen maar hooi kennen, ja, dat is natuurlijk minder sterk dan als ze wat lekkerders kennen dan hooi. Dus leer ze dan eventueel eerst gewoon andere soorten voer kennen. En wat heel goed kan werken, is er een paard bijzetten die wel gewend is aan mensen. Want dan zien ze ook aan het andere paard dat mensen ze niks doen. Dus dat zou eigenlijk best zijn. Maar ja, het is een verzorgveulen, dus geen eigen paardje. Dus je hebt er vaak niet zo heel veel keuze in hoe je het doet. Dus dat is gewoon iedere toenaderingspoging zoveel mogelijk belonen. Met dat wat het paard een beloning vindt. Volgende vraag. Rij je altijd zonder cap? Waarom rij je zonder cap? Waar is je cap? Ja, dat is natuurlijk een vraag die ik best vaak langs zie komen, inderdaad. En het klopt, ik rijd inderdaad altijd zonder cap. En ik vind het ook altijd grappig, want deze vraag komt eigenlijk alleen maar onder de video's waar ik thuis rijd. In de binnen- of buitenbak, met een zadel en een hoofdzaag, gewoon maar net al rijdt nu. Dan zegt iedereen, waar is je cap? En die video's waar ik op show ben, waar ik in een jurk, zonder zadel, zonder hoofdzaag, op een vreemde locatie, met vlaggen en mensen en muziek rijd, dan is er echt niemand die vraagt, waar is je cap? En mensen vinden dat dat in hun beeld hoort, zeg maar. Als je dus thuis met zadel en hoofdzaag rijdt, dan hoor je met cap te rijden. Als je op show bent, ja, dan hoeft het niet. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk al best bijzonder. Als ik thuis zat in een veilige situatie met cap rijd, als ik dan dus in een spannendere situatie ga rijden, zoals op show, ja, dan wordt het ineens voor mij ook mentaal spannend om zonder cap te gaan rijden. Dan wordt het ineens een ding. Want als je zo gewend bent aan dat ding, dan ja, dat geeft een soort schijnveiligheid. Zo van, oh ja, meneer, ik kan er niet afvallen als ik een cap op heb. Terwijl het natuurlijk onzin is, want je kan er net zo goed van afvallen als je een cap op hebt. Maar dat gevoel van, hé, ik mis iets, dat komt extra binnen als je gewend bent om thuis altijd met een cap te rijden. Dus ik kies er ook heel bewust voor om ook thuis, op mijn eigen paarden, zonder cap te rijden, om niet meer spanning op te bouwen als ik op show ben. Als ik op een vreemd paard stap, zet ik wel een cap op. Als ik andere mensen op mijn paarden laat rijden, vraag ik ze ook om een cap op te zetten.
Het komt heus wel een keer voor, want ik vertrouw mijn paarden super. Dat je misschien een keer foto's langs ziet komen van iemand die op mijn paard zit zonder cap. Maar in principe vraag ik eigenlijk wel iedereen om toch een cap op te zetten. Vooral als we echt gaan rijden. Want je weet gewoon maar nooit natuurlijk. Ook mijn paarden kunnen struikelen. Het is wel dat mijn paarden met de klikkers zijn opgevoed. Ze willen mij niet kwijt. We zijn een beetje eraan gewend dat paarden niet gereden willen worden. En dat paarden dus je graag liever kwijt zijn dan rijk zijn als ruiter. Maar dat is bij mijn paarden zeker niet het geval. Die willen mij gewoon ook beschermen. Dus de kans dat ik er vanaf val is minder groot, want ze gooien mij daar niet af. Ze kunnen zelf struikelen, ze kunnen schrikken, ze kunnen zelf vallen natuurlijk. Dat zijn natuurlijk altijd situaties waarin ik ook schade zou kunnen oplopen. Maar de kans dat ik, knapperd, echt van een paard afgeworpen word, dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Dus mijn paarden werpen mij niet af. En ik zeg zeker niet dat ik onschendbaar ben. Ik bedoel, zeker niet. Maar ik denk dat het risico dat ik van mijn paard afval en daarbij ook nog eens op mijn hoofd val, want ik val meestal gewoon op mijn kont, kleiner is dan het risico als ik in de auto stap en naar mijn paarden toe rijd, dat ik in een ongeluk betrokken raak. En ook dat doe ik. Dus een stukje risicoanalyse. En het is een hele bewuste keuze. En het is mijn keuze. Het is gelukkig nog steeds niet verplicht en ik hoop ook niet dat het verplicht gaat worden. Ik denk dat het heel goed is dat heel veel mensen het wel doen. Maar ik denk niet dat het altijd per definitie nodig is. Javano, kap terug. Nee, terug. Terug. Ja, terug. Hop. Ja, en dan moet je even je hoofd die kant voor mij doen. Yes, dankjewel. Manon van der Aalst vraagt, hoe leer je een paard dat een paraplu niet eng is? Of eigenlijk überhaupt dat bij heel veel dingen dat die niet eng zijn? Nou ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk wel gewoon je eigen energie. Ik zie heel veel mensen die eigenlijk zelf al die paraplu eng vinden. Ja, dus als jij hem zelf eng vindt, dan kan je erop wachten dat je paard hem ook eng vindt. Ze hebben het ooit getest. Er is een onderzoek geweest. Hebben ze ruiters en paarden over een lijn laten rijden. Van dus punt A naar punt B. En dan hebben ze 3-4 keer op en neer. En de 5e keer of de 6e keer, of weet ik het wat, welke keer dat die ruiters van A naar B reden, zeiden ze tegen de ruiter, deze keer gaat er ergens iemand staan en die gaat de paraplu openklappen terwijl je langs komt rijden. Oh, wat ik vergeet te vermelden, die ruiters en de paarden hadden allemaal een hartslagmeter om. Die keer dat dus er een paraplu open zou gaan klappen, dat gebeurde dus overigens niet, hadden zowel de ruiter als het paard een verhoogde hartslag. Dat geeft dus wel aan dat je paard daadwerkelijk reageert op jouw hartslag. En omdat jij dus iets spannends verwacht, dat jouw paard ook iets spannends verwacht. Dus dat is absoluut nummer 1. Het is zeker niet zo. Terug. Niet die camera omgooien. Hey. Hallo. Ik praat tegen je. Echt. Ja. En ik wil ook nog dat de mensen mij kunnen zien. Hop. Hop. Ik ga hooi eten. Echt niet, ik ga echt geen hooi eten. Nou, dus jouw eigen energie is belangrijk. Maar dat betekent niet dat het zo is dat als jij het niet eng vindt, je paard het ook niet eng vindt. Als jij het wel eng vindt, kan je erop wachten dat je paard het ook eng vindt. Maar je paard is ook een individu, is ook iemand, levend wezen met zijn eigen dingen. Dus hij kan wel degelijk iets eng vinden, terwijl jij heel hard zegt, ik vind het niet eng. Wat ik gebruik is een stukje desensibiliseren. Het hangt ook een beetje per paard af. Desensibiliseren is vaak een goede manier om een paard eigenlijk heel snel te leren dat hij echt niet eng is. Veel paarden zijn bijvoorbeeld bang voor de zweep. Daar kijk ik de video over, angst voor de zweep. Wat heel belangrijk is, die zweep doet hem geen pijn. De persoon die hem vasthoudt, die doet hem pijn. Dus als jij gewoon lief bent voor je paard, kan hij heel snel leren dat die zweep hem geen pijn doet. Nou, kijk daar dus ook zeker de video voor, want die video vertelt ook hoe werkt desensibiliseren. Maar daarnaast hebben we nog meer video's gemaakt over desensibiliseren, schriktraining en dergelijke. Kijk bijvoorbeeld de video's over de Halloween video met jou en je vader die schrikken. Daar geef ik heel veel uitleg over enge dingen. De voorbereidende trailerlaat video en de schriktraining video natuurlijk. Allemaal video's die gaan over paarden die dingen spannend vinden en hoe je daarmee om kan gaan. Dus ja, al waanzinnig veel informatie. De volgende vraag, Rosalie van Gent, die vraagt. Ah, superleuk hoe je vader met die bal speelt. Echt heel lief. Superleuke video weer. PS, waar heb je die bal gekocht? Ja, dat is echt een beetje een dingetje. Want die hele grote ballen van 1,20 meter hoog zijn niet meer te krijgen in Nederland.
En ik ben wel bezig geweest om te kijken om ze uit China te laten maken, te laten komen. Maar dan moet ik ze in zulke grote hoeveelheden kopen. En dan moet ik ze zelf in de haven in Rotterdam of in Antwerpen gaan ophalen. Ja, ik moet zeggen, ik zag dat even niet helemaal zitten. Dus mocht er een ondernemer kijken die zegt van, oh, maar ik snap wel hoe dat werkt. En ik wil eventueel wel mee investeren. Voel je absoluut welkom. Maar ja, voorlopig lijkt het erop dat die ballen dus in Nederland in ieder geval niet meer verkrijgbaar gaan zijn. Je kan natuurlijk altijd nog proberen via plaatsen als eBay of AliExpress en dergelijke. Maar ja, vooral de hoesen zijn volgens mij ook niet meer verkrijgbaar. Dus wat dat betreft, ja, het is echt heel rot, want mijn bal is ook stuk. Dus ik baal ook wel als een stekker. En jij helemaal, hè? Ja, dat je bal stuk is. Maar ja, doen we niks aan. De volgende vraag is van Dresses Queen. En die vraagt, hoe oud is Jolien? Nou moet ik wel eerlijk zeggen, Jolien is natuurlijk niet mijn paard. Dus helemaal precies durf ik het niet te zeggen. Maar volgens mij is zij van mei 2017. Ik dacht dat ze in mei is geboren, of in april. Dus dan wordt ze dit jaar alweer 2. Ja, tijd vliegt. Gaat echt hard. De volgende vraag is van, Oliebol Cassandra. Oh, dat is geen vraag, dat is een opmerking. Grondwerk mag je niet belonen met lekkers, maar met lichaamstaal. Weet je, ik ga deze vraag nu niet hier beantwoorden. Want ik ga nog een video maken over de argumenten tegen klikkertraining en hoe je die kan weerleggen. Want ja, iedereen die mijn video's langer kijkt, die zal misschien een beetje hetzelfde gevoel hebben van ja, maar waarom zou je niet met wat lekkers belonen? En kijk dan ook vooral de video natuurlijk over, doet je paard het voor jou of voor zichzelf? Want ook dan begrijp je veel beter waarom dat je wel met wat lekkers zou belonen. Dus dan ga ik gewoon niet al te veel woorden aan vuil maken. Haha. Sarah Helmvocht die vraagt, super handige video. Ik heb alleen één probleem met mijn pony. En dat is dat ze nooit terug wil uit draf. Ik probeer het met mijn stem, maar daar reageert ze nooit op. Hoe kan ik dat het beste oefenen? Dat is een vraag die 5 maanden geleden gesteld is. Ik hoop dat ze een van de video's heeft gekeken die we laatst hebben opgenomen. Het longeren op lichaamstaal. Want daar geef ik natuurlijk uitgebreid uitleg hoe je paard kan leren om terug te komen in de gang en hoe je hem vooruit kan vragen. Maar eigenlijk geeft die video het antwoord op jouw vraag. Lisa van der Velde die vraagt 2 maanden geleden, super leerzaam, maar hoe ging je om met Ivano als hij dan toch hapt? Ik denk dat je daarom erbij bent komen staan. Je wist dat deze vraag eraan kwam. Straf je dat dan? En zo ja, hoe dan? Of haal je gewoon je hand weg? Ik ben heel benieuwd. Mijn paard onderzoekt ook alles met zijn mond en hapt ook overal in. Helaas ook in wat bij mij soms overgaat in echt bijten. Wat ik doe om mijn paard echt uit te leggen dat hij dus niet mag bijten en wel mag likken. Dus ik geef hem eigenlijk mijn hand. En als hij eraan likt, vind ik dat goed. Gaat hij er nou weer bijten wat hij dus nu doet, zeg ik, hey, niet doen. En ik bied meteen mijn hand weer aan, niet doen. Dus ik geef hem eigenlijk echt heel veel gelegenheid om me te bijten. Maar doordat ik het meteen kan corrigeren, kan ik hem dus uitleggen van nou, dit mag wel, dat mag niet. Dan wordt het ook minder leuk van natuurlijk. Dus nu is hij ineens alweer klaar met likken. Maar door dus eigenlijk er echt bovenop te zitten en dus continu. Andere wat ik ook nog wel eens doe, maar dan moet je wel een beetje kijken. Sommige paarden vinden het echt een heel leuk spelletje. Dat is als hij bijt, dan ga ik terug in zijn lippen hangen. Kijk, je ziet dat hij daar ook alweer het spelletje wel klaar vindt. Dus op die manier. Nou zit je je ogen in met de vingers te duwen. Dat is toch niet fijn? Echt werkelijk. Ik had gewoon bijna mijn vinger in zijn oog hangen. Ach, raar paard dat je bent. Maar op die manier los ik dus het happen op. Als hij echt gaat snappen, ja, dan probeer ik eigenlijk wel mijn elleboog ertussen te houden. Maar dan zoek ik ook de situatie niet op. Dus als ik een paard heb die tijdens het lopen in me bijt, dan zet ik zo'n paard 2 meter achter me tijdens het lopen. Dan kan hij niet meer in me bijten. Problem solved. Emily Groffe die vraagt, mijn pony, als hij stilstaat, gaat hij schrapen op de grond. En ik weet niet hoe ik dat af kan leren. Nou, ik heb natuurlijk al een video gemaakt over dat gedrag niet af te leren is. Dat je alleen nieuw gedrag kan aanleren. Op het moment dat je paard gaat schrapen, wat wil je hem dan leren? Je wil hem leren 4 voeten aan de grond te houden. Wat je dus kan doen, is hem gaan belonen op het moment dat hij 4 voeten aan de grond heeft. Eventueel kan je werken met een target. Dat kan een stationary target zijn op de grond of gewoon iets in de lucht. Je kan hem bijvoorbeeld leren om met zijn voet op een mat te gaan staan. Als hij op die mat staat, dat hij beloningen krijgt. Een andere optie is dat je hem leert om bijvoorbeeld een bal aan te raken. Of zo'n jollybal bijvoorbeeld die ergens hangt. En ook dan heeft hij dus ook iets te doen. Want waarom schraapt zo'n paard? Uit een stukje ongeduld. Dus door hem ook iets te doen te geven in plaats van te schrapen, kan hij zijn ongeduld ook beter kwijt. Dus dat zijn eventueel ideeën, maar kijk vooral ook de video, want daar staat het helemaal in uitgelegd. Glitter Girls, die zegt, ik heb een hele eigenwijze pony,
Dus als ik hem desensibiliseer voor de zweep, gaat hij dan met het logeren bijvoorbeeld wel luisteren naar de zweep? Ja, ik snap die zorg, maar tegelijkertijd ook in de video leg ik al uit dat desensibiliseren niet betekent dat hij geen respect meer heeft voor de zweep. Net zo goed als hij respect moet hebben voor jou. En dat is eigenlijk ook, als een paard geen respect heeft voor je zweep, heeft hij dus eigenlijk ook geen respect voor jou. En tenminste, als je hem dus gedesensibiliseerd hebt. Kijk, als hij bang is voor die zweep, dan heeft hij nog steeds geen respect voor jou, maar dan rent hij gewoon weg voor de zweep. Is niet wat je wil, want je wil hem een hulp kunnen geven met die zweep. Daarom moet hij niet bang zijn. Dus als jouw paard niet meer reageert op de zweep nadat je hem gedesensibiliseerd hebt, dan reageert hij blijkbaar ook niet op jou. En dan moet jij dus gaan werken aan je leadership skills. En leadership, kijk daar bijvoorbeeld ook de video voor waarbij ik met vreemde paarden werk. Want daar zie je heel mooi het verschil tussen de eigenaresse en hoe ik ermee omga. Daar zit een stukje leadership verschil. Het feit dat ik gewoon geaard ben, op mijn beide voeten sta, heel duidelijk weet wat ik wil, dat maakt dat zo'n paard het gewoon doet. Als je daar dus moeite mee hebt, nou ja, dan kan ik je mee helpen. Neem dan een keer een les van iemand. Want dat zijn dingen die leer je niet via video's, die leer je echt real life. Omdat iemand je dan direct kan aansturen op hoe jij erbij staat. Jij ziet jezelf niet. Maar wat ook kan werken, is een keer jezelf filmen en jezelf terugkijken. Want misschien kan je jezelf zelfs wel les geven. Maar zonder hulp gaat het je niet lukken. Dus gewoon even hulp erbij zoeken. Joris Dai, die vraagt, geef je ook les omgeving Amersfoort? Ja, ik heb geen vaste lesroute in die regio. Maar als jij graag wil dat ik naar Amersfoort kom en mijn reiskosten betaalt en natuurlijk leskosten, dan kom ik heel graag. Mochten er 5 mensen zijn die in één regio les nemen, betaal je geen van alle reiskosten, betaal je enkel alleen leskosten. Dus mocht je dit nou zien en zeggen, hey, ik woon ook in die regio, dan meld je natuurlijk zeker of hieronder, maar liever nog even via de mail. Sowieso les aanvragen is fijn als ik die via de mail krijg. Maar dat geldt niet alleen voor Amersfoort, dat geldt ook voor allerlei andere regio's, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, Arnhem, noem maar op. Omdat je Zuid-Limburg, omdat je 5 mensen hebt op, in een gebied, zeg maar, in een regio, betaal je geen reiskosten. Ik zie dat Teddy Mans vraagt, rij je ook wedstrijden? Nee, eigenlijk rij ik nooit wedstrijden. Ik vind wedstrijden over het algemeen niet zo heel boeiend. Ik vind het voor een keer wel leuk. Ik vind het best leuk om een keertje buiten mededinging mee te rijden of zo. Maar wedstrijden kosten ook gewoon heel veel tijd, kosten heel veel geld. En ik besteed mijn geld ook liever aan andere dingen. Ik vind het niet zo boeiend om beoordeeld te worden door iemand op mijn rijden. Ik rij omdat ik het leuk vind natuurlijk en omdat ik mijn paarden gewoon goed in de lijf wil hebben. Dus ik vind het belangrijk om dressuurmatig te trainen. Maar ik zeg altijd, ik geef liever de show tussen de wedstrijden door dan dat ik in de wedstrijd rijd. Want als je een wedstrijd rijdt hoor je alleen maar wat je niet goed deed. En als ik een show gegeven heb, krijg ik van iedereen te horen wat ik wel goed deed. Want hoe leuk ze het vonden, hoe mooi ze het vonden. En dat vind ik veel leuker, want ik hou nou eenmaal van positief trainen. Dus ik hoor liever wat leuk was en wat goed was, dan wat niet leuk was. Dus daarom past wedstrijden rijden mij gewoon minder goed dan het geven van de show. Dan heb ik nog Mirjam van de Maas. Dat is de laatste vraag. Super fijn dat u deze serie maakt. Het gaat natuurlijk over de serie van het veulen, Jolien. Want mijn 2-jarige puber ben ik nu ook aan het trainen. Alleen als ik met mijn zweepje bij haar achterhand kom, om haar te laten reageren op de druk, trapt ze naar de zweep. Ook is het probleem het voetje geven dat ze de hele tijd heen en weer gaat lopen. Ik heb haar dan vaststaan. Heeft u tips? Deze vraag is weer 7 maanden geleden gesteld. Maar eigenlijk heb ik daar kort geleden natuurlijk de video leren omgaan met de zweep voor gemaakt. Dat zit hier natuurlijk in. Want het belangrijkste is als jouw paard naar de zweep trapt, dat je de zweep er eigenlijk gewoon tegenaan laat liggen. Heel zacht. En gewoon, ja, laat maar trappen, maar hou die zweep er tegenaan tot ze stilstaat. Zweep eraf. Op die manier desensibiliseer je daar en leer je er ook dat er naar trappen de zweep niet doet weggaan. Maar dat je voeten op de grond houden, de zweep laat weggaan. En op het moment dat je paard dat leert, dan kan je er overal gaan aanraken. En dan ga je heel zachtjes vragen om het voetje weer op te tillen. Veel jonge paarden hebben natuurlijk balansproblemen. Om ze te leren eigenlijk om dus zelf in balans te houden, is het heel fijn als ze zelf al leren op een zweepaanraking om hun voet op te tillen en even omhoog te houden. Kijk daarvoor ook zeker de video over voetje geven, jump bed aanleren. Want daar bespreken we natuurlijk in hoe je dat weer doet. Waardoor je paard zal leren om alle 4 zijn voeten op te kunnen tillen zonder dat jij hem ondersteunt. Dan hoef je uiteindelijk hem alleen nog maar vast te houden en houdt hij zijn eigen benen omhoog. En dat is gewoon heel prettig. Dus eerst desensibiliseren, daarna leren om zijn voeten op te tillen op een zweepaanraking, dat je hem dus niet hoeft vast te houden. En als hij dat goed kan, dan pas ga je het voetje vasthouden. En dan zul je merken als je daar gewoon echt de tijd voor neemt, dat je uiteindelijk een paard krijgt die super netjes, braaf en beleefd zijn voeten optilt voor je.
Nou, dat was dus de laatste vraag. Mocht jij nou nog een vraag hebben die ik niet behandeld of niet beantwoord heb, en waar je wel graag een antwoord op wil hebben, dan stel hem zeker hieronder. Want dan kunnen we gewoon nog een keertje een video maken natuurlijk met die vragen. Ik hoop dat je dit een leuke en interessante video vond. Als je dat vond, vergeet niet, doe een duimpje omhoog. Als je dat niet gedaan hebt, dan zeker abonneren. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! En Manneke. Ja. Oh, nee, niet alsnog naar de camera. Nee, ik wil even met jou knuffelen. Nee, ik wil gewoon even met jou knuffelen. Oh, je bent dat zo gezellig, hè? Kijk, kus.